En jij bent getatoeëerd door je broeders. Ik ja, wil, ja, precies. Ja. Heeft er ook veel waarde, niet? Ja, ik vind het... Het maakt het ook een stuk makkelijker. Dat klinkt heel gek, maar als je na een uur gewoon helemaal kapot gaat... dan zeg je maar, flikker maar op met die naald, ik wil naar huis. Ja, ik weet niet of dat makkelijk is. Waarom? Als jij ja, op een gegeven moment een vreemde ogen dwingen, zeggen ze toch? Ik ja, bedoel, ja. Als jij getatoeëerd wordt, dan wil je ook niet laten kennen. Dat wat ik eens weten dus. Ik denk, ik ga me niet laten kennen. Als jij, als je doorgaat, ik, is goed. Ga maar door. Ja, dat, ja. Dat is wel. En als wij na een uur... Weet je wel, klaar is. Dan, ja, maar dat, dan... dat hebben wij ook wel, weet je. Vroeger, als je een afspraak maakte bij de tatoeëerder, dan ging je erheen en dan, weet je, je had zoveel uren afgesproken, dus je ging er zitten, je ging helemaal kapot, maar je deed het wel, want je moest ook dan betalen. Ja. Precies, en nou zit je gewoon met collega's onderling en een aan de uur zoiets van, ja, donder maar op, kom wel een andere keer. Ja, dat krijg dus je dan. Je krijgt in één keer een lichaam met allemaal halve stukken. Van die halve shit allemaal. Ja, ja, het maakt het makkelijker om, om af te zeggen, zeg maar. Ja, precies. En het is ook makkelijker van, om het nooit af te bakken. Klopt. Ja. Ja. Dus, zit je vol? Nee, nee, nog niet. Ik heb wel ben aardig onderweg, maar het is nog steeds niet... Wat zijn je volgende stukken? Weet je al wat je wil? Of, ja, ik wil mijn voeten wil ik nog laten doen, oksels. Ik heb bij die kamper uit Apeldoorn en... Bij die kamper uit Apeldoorn? heb ik in november weer een afspraak staan. Dus dan mag die me dan weer even martelen. Ben je veel getatoeëerd door Gerrit? Ja, ja. Ja, die heeft mijn sleeve gedaan. Is die kant van de ribben doen. Benen is hier aan doen. Dus, dan ben jou ook voor mij het liefst, hè? Ja, hij heeft mijn armpjes gedaan. Ja. Super lelijk. Nee. Nee, er is altijd wel wat lachen bij, maar hij doet godverdomme pijn. Maar ik vind het overal pijn. Het pijnlijkste was wel bij Job de Kwee in Hamburg. Mm. Bij Tattoo Jobbo. Ja, dat was een Black Hole. Ja, Black Hole. Ja, echt een fantastische vent. Een goede buurt waar hij zit. Ja, ja, het is super vet shop, maar het is, ik vond het fantastisch. Maar ik leerde hem kennen op een Mitchell Gladbach conventie en hij zat een paar stands verder bij ons. En ik zeg tegen hem van, met me maar iets op de kop, ik vind het goed. Ik zei, hij is wel eens goed, maar mijn afspraak zie ik dan wel. Nou prima, wij er vier heen kachelen en ik ging er gewoon heen zonder zorgen. En hij is dus goed tijger, hij even tekenen, wij een beetje buiten even chillen. Dus op een gegeven moment hij dat ontwerp klaar, goed, maapt hem op. De eerste lijn, ik denk, fuck! Ik zet de hak, hij is zo kut hè, ik zei ja man, ik vond het oprecht verschrikkelijk. Oh man. Ja, ik ben er super blij mee, het duurde gelukkig maar anderhalf uur. Ja. Maar het was echt, ik vond het echt verschrikkelijk. Maar blij toch ook dat hij van Job is dan? Ja, ja, zeer zeker. Ja, ja, super vet. Ook van Job hè? Ja, ik wou het zeggen. Alleen je weet nog steeds niet wat het is. Nee, hij ook niet. Nee, het is niet meer zichtbaar worden, hè? Want... Jawel, jawel. Het zat hier gewoon, weet je. Maar het is merendeels... Ja, ik had een plekje over en we zaten op een conventie even met elkaar te zuipen. Een beetje te ouwehoeren. Ik zei, ik wil eigenlijk nog een stukje van jou hebben. Ik wil eigenlijk nog een stukje van jou. Ja, dat gaan we doen morgenochtend. Dit, dat. Dus hij had wat getekend. Ja, het is echt super vet. Maar... Ja. En af en toe hadden we zoiets van, joh, wat is het eigenlijk? Geen idee. Geen ding, man. Type sorry. Als me vol staat. Ja, weet je, het is ook gewoon leuk. Weet je, je hebt er een stukje bij. En Job heb ik altijd zo verschrikkelijk mee gelachen met conventies. Ja, ja, het is echt lach kapot met die gast. Ja, ja, echt. Ik weet nog, op een gegeven moment een keer was het in Breda. Maar kijk of toen, je kan benaderen of hier. Ja, we kunnen hem wel eens vragen, ja. Ja, was toen in Breda en toen stonden die jongens verschoren, die stonden er ook. En die Lene Bettens die stonden bij elkaar zo met zo'n klein flesje van, hier moet je dit kijken, weet je. En die Job die komt eraan, die kon die jongens ook goed, dus die zei, Job, heb je dit gezien? En die Job die pakt een flesje en die neemt een slok. Ja. Die had zoiets, wat de fuck is dit? Ja, dat is olie voor in de... die dingen? Tom Deuzes. Weet je, oh, yeah. Hij dacht dat het een drank was, dus hij had een slok. Maar, dat is gewoon naaimachine olie. Ja, zo, ja.